Het water wordt er voorlopig aangevoerd in flessen. Bij de vluchtelingenopvang in Apeldoorn is dat nu de enige garantie op veilig drinkwater. Goedenavond. Onthaasten. Dat gaat een Achterhoekse tuinontwerper promoten in China. Nico Wissing gaat mee op handelsmissie met onze koning. Ik vind het al ongelooflijk leuk wel om mee te kunnen. En U2 in de kerk, dat is helemaal niet zo gek. U2 heeft diepere teksten die heel religieus te duiden zijn. De vluchtelingen die in de noodopvang in Apeldoorn wonen, moeten water drinken uit flessen. Vannacht bleek de tank voor drinkwater snel leeg te raken. Als noodmaatregel is er water gehaald uit een brandkraan. Maar de slang die daarbij gebruikt is, is niet gecontroleerd op bijvoorbeeld de E. coli-bacterie. Vannacht wordt groots uitgerukt voor een mogelijk watertekort op het tentenkamp voor vluchtelingen in Apeldoorn. Een zogenoemde grip 1, omdat water een primaire levensbehoefte is. Toen is er gekozen voor een oplossing. Door het tank opnieuw aan te vullen met schoon water vanuit de brandkraan. Er waren alleen wat vragen bij de slang of die wel voldeed aan de kwaliteitseisen. De slang is niet gecontroleerd voordat het water er doorheen liep. Vanmorgen wordt de watertank leeggehaald en schoongemaakt. Vitens haalt uit voorzorg monsters uit het water. Zo willen ze uitsluiten dat er sprake is van de E. coli-bacterie. Die kan darmklachten veroorzaken. Het is wel bijzonder, hè, dat het dan op zo'n manier bijgevuld wordt. Op het moment dat iets op is, moet je zorgen dat het aangevuld wordt. En dan gebruik je de middelen die voorhanden zijn. En als er dan vragen bij zijn of de kwaliteit wel voldoende is, dat zeg ik, dan neem je daar geen risico mee. En dan zorg je dus dat er een andere oplossing is. Een tankauto vult de watertank nu bij. In de tussentijd is de water uit waterflesjes. En Vitens is aan het kijken of er een leiding kan worden aangelegd, zodat er in de toekomst sneller water naar het tentenkamp kan komen. Een standpijp is neergezet door Vitens. Die kan gebruikt worden om de tank aan te vullen vanuit de brandkraan als er weer een tekort aan drinkwater dreigt. Wat hebben de vluchtelingen hiervan gemerkt? Helemaal niet. Nee, gelukkig niet. Tot morgen drinken de vluchtelingen water uit de 800 liter aan flessen. Douchen kan wel met het water uit de tank. Morgen volgt de uitslag van de test. Dan weet het waterbedrijf Vitens of de E. coli-bacterie is aangetroffen in het water. Tuinontwerper Nico Wissing uit Mechelen mag met koning Willem-Alexander op handelsmissie naar China. Maar wat moet een Achterhoekse landschapsarchitect in China? Hetzelfde als hij hier in Nederland doet. Wissing wil de huidige maatschappij, die bol staat van de stress, weer terugbrengen tot de basis en de mens zelf. Voor Doetinchem bijvoorbeeld heeft Nico Wissing grootse plannen. Maar dat groots is eigenlijk heel klein. Nou, ik denk dat van onderop heel veel mooie dingen te doen zijn. Dat het niet altijd alleen met geld te maken heeft, een grote ontwikkeling. Maar dat juist wel die mens en zijn omgeving, dat het gewoon zichtbaar wordt in plekken in de stad. Wissing vindt dat verschillende locaties in de stad aangepakt zouden moeten worden. Het moeten plekken worden waar de Achterhoek weer zichtbaar wordt en mensen kunnen onthaasten. De handtekening uit de streek zelf, die moet weer zichtbaar worden in die stad. Het stadspark bij de Veentjes is een voorbeeld van hoe het dus ook kan. Een idee van Wissing zelf. Ik denk dat hier heel veel mensen bij elkaar komen en ook dingen met elkaar weer delen. En zoals het vroeger was, misschien wel een beetje back to the roots. Wij komen hier wel geregeld. Wij zijn van Kinderopvang De Vijf. Wij zitten hier vlakbij. En we hebben ons eigen tuintje hier. Dus dat is superleuk. Wissings ideeën worden zelfs internationaal opgepikt. Want deze week mag de tuinarchitect met de koning mee naar China. Nu is China natuurlijk geen Doetinchem, maar toch zijn er overeenkomsten. Ik denk dat ze ook daar precies hetzelfde hebben. De mensen zijn helemaal ontkoppeld. Het is alleen maar shoppingmalls en nogmaals veel drukte, stadsverkeer, rationaliteit. Ik denk dat juist daar nu wel een sleutel ligt om dit soort dingen ook zichtbaar te maken. Dus het platteland van China midden in de stad te laten zien. Wissing heeft een innovatief stadspark bedacht dat hopelijk in China gerealiseerd gaat worden. Als je het hele plaatje ziet, dan zijn er heel veel innovaties, met name ook uit de Achterhoek, die zichtbaar worden in China in een paviljoen van een 300 vierkante meter. Waar eigenlijk een hele lekkere plek gaat ontstaan midden in die steden. Dus toch een klein stukje Achterhoek in China. Een klein stukje Achterhoek in China, helemaal waar. Ja. God loves you too. In ieder geval volgens de titel van de kerkdienst die vandaag in de Nieuwe Kerk in Harderwijk werd gehouden.
Een alternatieve dienst met muziek van de band U2. Acht keer per jaar houden ze een fakkeldienst. Een bijeenkomst die afwijkt van de traditionele viering. Maar muziek van popband U2 is zelfs voor de nieuwe kerk wel behoorlijk uitzonderlijk. U2, die muziek, die inspireert mensen ook dieper dan alleen maar gewoon een beetje muziek. Het zijn teksten waar je mee aan de gang kan. En er was iemand in de gemeente die daar heel erg gecharmeerd van was. En wij zeiden samen, wij gaan deze dienst doen. Helaas is die niet meer onder ons, maar ik heb wel gevoeld dat hij er vandaag toch een beetje bij was. Beeld en muziek van de Ierse band werd gecombineerd met teksten uit Korinthe en traditioneel gebed. Het viel allemaal in zeer goede aarde. Je merkt ook dat de liederen van U2 eigenlijk meer religieus zijn dan je achteraf zou bedenken. Ik heb ervan genoten, ja, het was anders dan anders. En dat vind ik hartstikke mooi dat het weer eens zoiets is. Prachtig met de dubbele betekenis dat je toch God en het zoeken naar God daarin terugvindt. En dus smaakt God Loves U2 naar meer. En dat moet dan volgend jaar gaan gebeuren met een grote liveband. Een historische avond voor de volleyballers van het Apeldoornse Alterno. En onze Gelderse trots in Zwitserland is met een zegentocht bezig. Zometeen het sportnieuws. De Achterhoek moet volgend jaar de regio van de smaak worden. Dat willen een aantal Achterhoekse ondernemers. Om mensen warm te laten lopen voor dat idee, worden er de komende tijd meerdere evenementen georganiseerd die te maken hebben met eten en met smaak. Zo wordt vandaag de start van het wildseizoen gevierd bij Kasteel De Kelder. De komende tijd moet er meer van dit soort eetevenementen komen. Op die manier moet de Achterhoek weer op de kaart worden gezet. Achterhoek is eigenlijk twee woorden, achter en hoek. Dat vinden we helemaal niet leuk. We hebben heel veel streekproducenten, dus we maken hier hele mooie dingen. En we willen dat meer onder de aandacht brengen van heel Nederland en Duitsland en België en et cetera. Maar de vraag is hoe de Achterhoek zich kan onderscheiden, want hoe smaakt de Achterhoek? Ik heb de kroketjes net gehad, die kan ik van harte aanbevelen. Ja. Wild. Wild? Ja, voor mij wel. Ja. Bij wild, dan denk ik aan de Veluwe. Ja, maar Achterhoekse wild staat heel goed bekend om de gevarieerde vegetatie in het landschap. Dus koks zijn er heel gek op. En wild is dus één van de streekproducten die de Achterhoek moet gaan helpen om regio van de smaak te worden. En daar waar de Achterhoek dus wil uitblinken met smaak, wil Groesbeek dat met wijn. Daar moet bij Wijnhoeve de Colognes, het Nederlandse wijnkenniscentrum van Nederland, komen. Volgend jaar begint de bouw. Met het expertisecentrum dat 2 miljoen euro gaat kosten, wil eigenaar Freek Verhoeven de Nederlandse wijnbouw op een hoger niveau brengen. Nu moeten wijnboeren naar het Duitse Neustadt om nieuwe wijnen en druivenrassen te analyseren. En die kennis is nodig om een echte Nederlandse topwijn te maken. Nou, de ontwikkeling van wijnbouw, er zijn een heleboel wijnmakers in Nederland momenteel die graag van deze analyse gebruik willen maken, omdat ze de kwaliteit van de Nederlandse wijnen willen verhogen. He, dus de imago van de Nederlandse wijnen die moet beter worden en die kun je alleen als je meet en weet wat je doet. En dan de sport, deze week met Maurits Straatman. Veel voetbal, Maurits, want alle Gelders betaalde voetbalclubs kwamen in actie, hè? Ja, vandaag. Maar eerst aandacht voor Elis Lichtlee. De baanwielrenster uit Eerbeek is in bloedvorm en ze behaalt de ene na de andere medaille. Dit zijn beelden van vrijdag toen ze op het EK in Zwitserland de gouden medaille haalde op het onderdeel sprint. En gisteren pakte ze ook nog eens het zilver op de 500 meter tijdrit. En dat terwijl ze ook nog brons had gewonnen bij de teamsprint. Ja, Elis Lichtlee dus zeer succesvol dit weekend. Dan voetbal. De Graafschap ging vanmiddag op jacht naar punten. Uit bij ADO Den Haag. Uiteindelijk werd het 1-1. Ja, ik denk dat we de puntjes bij elkaar moeten sprokkelen. En dan is uit bij ADO een punt. Is gewoon goed, denk ik. Ja, soms moet je ook kiezen om toch compact te blijven en tevreden te zijn met een punt. Maar ook zeker thuis en zeker tegen mindere tegenstanders moeten we...
ja, moeten we ook voor de 3 punten gaan. Dus dan schiet het ook niet heel veel op natuurlijk. Dan heb je de laatste weken een paar ongelukkige momenten gehad, maar nu heb je het punt uiteindelijk toch wel weer binnengesleept met een paar goede reddingen. Ja, daarom. Dit is voor mij echt heel lekker. Ik snakte hier ook wel naar. Ik bedoel, je kan wel zeggen dat je niks doet, maar twee wedstrijden waarin je, ja, die één echt een grote fout tegen Willem II en tegen Feyenoord een beetje ongelukkig. Ja, dan is dit wel heel lekker, ook voor jezelf. En dat we daarmee een punt pakken, dat is goed. Dat is heerlijk. Ja, Vitesse begon vanmiddag om 16:45 aan het duel uit bij PEC Zwolle. Het verloop van die wedstrijd kunt u volgen op onze website www.gld.nl. NEC speelde vanmiddag uit bij FC Twente. En de Nijmegenaren verloren met 1-0. Ik denk dat we net niet de scherpte hadden om in ons eigen spel te komen. En, vooral in de afwerking, een paar aardige mogelijkheden, maar niet de finesse die we normaal wel hadden en hebben om de wedstrijd te beslissen. En vandaag helaas niet. Ja, we belonen onszelf niet en we hebben een beetje gespeeld tegen onszelf. Dus het spel was dramatisch in het begin, maar zeker een les voor ons. Achilles kwam vandaag ook in actie. Thuis op de Heikant speelde het tegen NAC. En vlak voor tijd kreeg Achilles nog een strafschop, maar Hielke Penterman miste. En dus verloor Achilles met 2-1. Gaan we verder met volleybal. Gisteravond in Apeldoorn was het een historische dag voor Alterno. Want dit seizoen spelen zowel de dames als de heren op het hoogste niveau. Een mooie volleybalavond bij Alterno in Apeldoorn. Zowel de dames als de heren spelen thuis. De heren van Alterno maken vanavond hun debuut in de Eredivisie. Waar de dames al jaren tot de top behoren, ligt dat voor het herenteam van trainer Gert Veldhuizen dus anders. De doelstelling is handhaven. En dat vind ik, voorlopig is het heel reëel. We komen net kijken. Maar ondanks dat kent Alterno een prima start. Na een spannende eerste set wordt er vrij eenvoudig gewonnen van Rivo Rijssen. Ja, ongelooflijk. Dat is natuurlijk het enige wat je kan wensen. Dat is niet te onderschreven geworden. Het is echt hartstikke mooi. Dit zegt niks, de competitie duurt zo lang. De komende 2 weken moeten we 5 wedstrijden spelen in 2 weken tijd. Nou, als je daar 4 van verliest, hè, dan sta je er anders op. Maar na vandaag kan je de hele wereld aan. Daarna is het de beurt aan de dames. De heren vandaag gewonnen. Nou, de dames nog, hè? Ja, we gaan dan ook lekker starten. Hopelijk een net zo goed resultaat neerzetten als zij hebben gedaan. De ploeg van coach Wilfried Groothuis heeft een duidelijke ambitie. Iedereen is fit op dit moment. We hebben een sectie die in de breedte sterker is dan vorig jaar. En onze doelstelling is de landstitel halen. De eerste hoorde dit seizoen is Eurospet uit Twente. De dames hebben het lastig. Eigenlijk gaat het steeds gelijk op, maar in de 4e set trekt Alterno aan het langste eind en is de wedstrijd ook meteen beslist. Alterno wint, zowel bij de dames als de heren. Ja, dan sluiten we af met het nieuws dat Abdi Dakeye uit Nijmegen zich heeft geplaatst voor de marathon in Rio op de Olympische Spelen. En dat deed hij vanmiddag tijdens de marathon in Amsterdam. Tot zover het sportnieuws. Met hartelijke dank, Maurits. Gaan we naar het weer. Op heel veel plaatsen is het deze week herfstvakantie. Met wat voor weer, Margot? Ik denk dat we ook komende week de zon niet zoveel zullen zien. Het is een bewolkte week, maar wel op de meeste dagen droog. Behalve op de woensdag. Dan gaat het in de middag vanuit het zuidwesten flink regenen. Vanochtend een klein wereldje in het zuiden van de provincie, in het rivierengebied. Vannacht een paar opklaringen, gelijk dichte mist. En dat bleef ook een tijdje zo. In het noorden was het zicht beter, maar daar begon het in de loop van de nacht en ochtend ook te regenen. We hebben nog steeds te maken met lage drukgebieden boven het continent en daaromheen de aanvoer van hele vochtige lucht. En af en toe ook wat regengebiedjes. Zo ook vandaag vanuit het noorden bewolking en regen. Ook later in het zuiden en midden van de provincie. En vanavond en vannacht verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel. Betekent dus veel bewolking, soms nog een drupje. Kan een beetje nevelig worden, maar mist verwacht ik niet. Alleen als het in één keer opklaart, dan kan het opnieuw weer mistig worden. En dan wordt het ook kouder dan de temperaturen die hier in de kaart staan. En morgen overdag verandert er eigenlijk niet zo heel erg veel vanuit het noordoosten. Opnieuw weer die aanvoer van vochtige lucht. Betekent dat het wat nevelig is. Daarboven een dikke laag grijze bewolking. Nou, er kan een drupje uitvallen, maar ik denk dat het morgen een stuk droger is dan vandaag. En de temperaturen die komen uit op zo'n 11 tot 12 graden bij weinig wind.
De komende dagen zien er als volgt uit. Bewolkt, dinsdag op de meeste plaatsen droog. Woensdag in de loop van de dag regen. Ook een behoorlijk stevige wind. En daarna is het weer droog met op zaterdag misschien een beetje zon. En met zuidenwinden ook wat hogere temperaturen. Dit was Gelderland Vandaag. Of er verontreinigd water is geweest bij de noodopvang voor vluchtelingen in Apeldoorn, dat blijkt morgen. Tot die tijd drinken de bewoners van de opvang water uit flessen. Meer leest u op gld.nl en op onze app. Nog een fijne avond. Dag!